Hey, komt hij morgen echt terug? Hij komt morgen niet terug. Hij komt morgen niet terug. Dat is heel verstandig. Ja, Piet Omtzigt hebben het over. Ja, maar wie komt hij wel terug? Ik weet het niet. Het bericht van afgelopen weekend was... Nieuwsuur kwam ermee. Komende week gaat hij terugkomen. Toen was het vanuit de partij heel misschien. En net was het bericht... Nee, hij komt toch niet. En het was, ik moet zeggen, best wel opvallend. Ik dacht gelijk, ja, gaat hij niet dan vanwege de druk... omdat er zoveel misgaat... dan maar weer naar Den Haag, terwijl die misschien niet helemaal hersteld is. Ja, maar volgens mij moet ze hem wel laten terugkomen, maar niet meer als partijleider. Laat hem gewoon als Kamerlid zijn werk doen. Nou, dit is wel een boek voor Pieter, hè? Ik hoop. Ook... De toekomst is fantastisch. Ja, dat kan hij wel gebruiken, nee, Pieter, maar, denk ik. Job, ik denk, als Pieter een verstandige vrouw heeft... een verstandige huisarts, een verstandige psycholoog... als hij zelf nadenkt... en dat clubje van hem, dan adviseren ze hem toch om niet terug te komen... om een rol achter de schermen. Kijk, hij is goed in een hele hoop dingen... maar hij is niet bestand tegen de stress die dat wereldje oproept. Als die man terugkomt, binnen 14 dagen zit hij weer huilend in de auto richting Enschede. Ik denk dat hij wel een goed Kamerlid is... maar nu is hij behalve Kamerlid ook nog als partijleider. Ja. En dat kan hij niet aan. Nee. En dan blijft ook voor hem ellende en ook voor die partij. Die gaat helemaal naar de knoppen. Ja. Dus nou, die partij is naar de knoppen. Als er nu verkiezingen komen, bestaat die partij niet meer. Het is af en toe ook heel goed om even op de pauzeknop te drukken, toch? Maar dat heeft hij al een aantal weken gedaan, nu een week of 10. Twee maanden, ja. Maar daarom gun hem dat even. Ja, maar ik denk dat het bij hem niet helpt de eerste pauzeknop, hè? Nee, daarom. Op een gegeven moment helpt het niet meer. Nee, op een gegeven moment staat hij heel vaak op pauze. Daar heb je ook niet zoveel meer aan. Functie elders is dan logischer. Ja. Het is alleen wel makkelijk... oordelen van een vier. We weten natuurlijk helemaal niet hoe het met hem gaat. Nee, dat ben ik met je eens, Sam. Maar het is ook wel, weet je, ik zit ook wel eens naar debatten te kijken tot 10 over 1. En dan zie ik die gast van 10 over 8 alweer daar andere mensen. Ja, de tijden. Het is toch bizar, weet je? Nee, de tijden zijn echt die staan dan om 10 over 8 alweer mensen te woord te staan. Wel maar 3 dagen in de week. Dat kun jij niet zien, want dan slaap jij. 10 over 8 slaap ik. Ja, nee, voor de duidelijkheid. Nee, maar dat zie ik dan later. Ja, oké. Maar Sam, het is wel zo dat je tegenwoordig ook mentaal opgewassen moet zijn tegen de cowboywereld in de Kamer. Ik heb nog meegemaakt de tijd dat het gedistingeerde heren waren met een hoed... die met elkaar een sigaar rookten en over de politiek spraken. Maar het is nu echt een vechtpolitiek geworden. Hè? Op de man spelen, elkaar beledigen. Ja. Dan moet je in overeind blijven. Hè? En ik denk dat als hij morgen was gekomen... dan stonden wij er weer allemaal met 20 camera's. En dat beeld is voor hem... Ik kan me voorstellen dat hij daar ook geen zin in heeft. Als hij terugkomt, gaat dat gebeuren. Dat gaat sowieso gebeuren. Je zou bijna kunnen zeggen, geef gewoon een persconferentie. Maar Sam, gaat het ook gebeuren als je tegen hem zegt... je komt nou maar rustig terug op plek 20, maar niet op de eerste plek? Ja, nou, dan wil iedereen nog steeds wel zien. Maar... Ja, wel, maar dan is hij minder belangrijk. Ja, weet je wat ook nog een punt is? Binnen die partij zitten niet de echte leiders. Want die mevrouw die nu uit de nek staat te kwebbelen... die praat veel, maar die zegt niet, niks eigenlijk. Dat is ook geen leider. Nee. Dat is ook geen leider. Nee. En ze hebben eigenlijk niemand die geschikt is... om daar als boegbeeld te fungeren. Ja, die hebben we niet gezien. Nee. En ze hebben mij niet gebeld. Nee. Terwijl je toch dicht bij de partij staat. We hebben wel op ze gestemd allebei. Ik ben aan het denken van het nummer van Nou, daar heb ik daar een spijt van. Ja, ik ook. Ik heb al jaren spijt van de partijen waar ik op stem.